Woning in de Groot. Goeiedag. Goeiedag. Denkt zo iemand ook aan de toekomst? Zo iemand zal ongetwijfeld aan de toekomst denken. Ik niet zo, ja. Ik ga me toch niet vasthouden? Oh. Oké. Dat gebeurt dan niks. Dat gebeurt ook nooit. Hij was ultimate 60er jaren vertegenwoordiger. Immens populair. De kinderen die platen kochten, die hadden hun held gevonden in hem. De beroemdste zanger van Nederland, denk ik. De melodieën die hij schrijft zijn zo warm. En dat strookt niet altijd met de man die je ziet. De meeste mensen zijn altijd geneigd om je tegemoet te komen. Maar volgens mij heeft Boudewijn daar geen last van. Ik ben van Boudewijn net zo lang fan als zoon. Hij was niet heel vaak thuis, dus ik heb een heel groot deel van zijn vaderschap via het vinyl tot me genomen. Ik heb toen nog nooit en ook daarna nooit meer zo lang zo dicht bij hem gezeten. Boudie, die was weg. Ja, en dan is de jeugd voorbij. Totaal voorbij. Boudewijn die kan niet op zijn lauweren nu gaan rusten. Die lamp die brandt nog. Dat hij dus zegt van ik doe het gewoon niet meer. We gaan iets anders doen. Of we gaan gewoon een nieuwe weg in. Nou, ik vind het prachtig. Emotioneel is hij echt volslagen onpeilbaar. Ik heb geen idee wat er in zijn gevoel omgaat. Kom nader.